Ja, stripvrienden, ik sta hier lekker in de buitenlucht aan de Waal. Het is hier heerlijk. Nou ja, ik sta midden in de zon, dus het is eigenlijk best wel warm. En ik heb net gezellig hier op het Honigcomplex in Nijmegen lekker zitten kletsen over strips en over kunst en over creativiteit en over vloggen met Michael Verkoelen. En toen dacht ik, ja, ik ben hier, weet je, laat ik van de gelegenheid gebruik maken om eens een keer in de open lucht te gaan vloggen. En ik heb een ontzettend gaaf boek meegenomen, namelijk het nieuwste album van Yakari. Ik moet even spieken, Een dag van stilte. Dit is een heel bijzonder boek, want het is eigenlijk, ik heb Yakari niet helemaal gevolgd. Ik ben wel opgegroeid met deze strip, maar de scenarist van dit prachtige boek, en dan moet ik toch even gaan spieken, onder de naam Job in beeld zie je even de echte naam van deze man. Want ja, ik heb een camera in mijn hand en ik heb een boek in mijn hand, dus ik kan even niet zo heel veel op het moment. Maar ja, die stopt er na heel wat jaren mee. En hij heeft het stokje overgedragen aan Joris Chamblain. En Joris Chamblain, die ken ik van een aantal andere strips die ik gelezen heb van hem. En ik was gewoon heel benieuwd van, goh, wat gaan ze ervan maken? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga toch even kijken of ik het boek even open kan maken. Om even een prachtige plaat te laten zien. Sorry dat de camera een beetje wiebelt. Dat is even lastig. Ik heb geen statief. Nou, hier heb je even een prachtig beeld. Want Dirip, de tekenaar, die is nog steeds van de partij. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het echt een heel gaaf boek vind van qua tekeningen. Camera even in de andere hand. Dit vind ik toch zo ontzettend gaaf. En Kleine Bliksem, dat vind ik zo mooi getekend. Hè? En dat is zo genieten. Maar ik vind sowieso het tekenwerk van deze strip heel erg gaaf. Maar ook het verhaal is heel erg mooi. Want Yakari, een kleine Sioux-Indiaan, als ik dat goed uitspreek, die heeft een hele bijzondere gave. Dat hij met dieren kan praten. Nou, en de titel van dit album, Een dag van stilte, is heel bijzonder. Want aan het begin van het verhaal gebeurt er iets waardoor hij boos wordt op Kleine Bliksem. En dat zie je ook heel goed op deze koffer staan. En het gevolg is even dat ze met ruzie uit elkaar gaan. En Yakari komt op een gegeven moment bij wat andere dieren. En ook daar loopt het niet helemaal lekker mee. En op een gegeven moment wordt hij wakker. En dan komt hij erachter dat hij zijn gave kwijt is. Hij kan niet meer met de dieren praten. En het vervelende is even dat hij bij een beer is gaan logeren. Waarvan je normaal zou denken van, jongens, daar moet je heel erg ver van weg blijven. En er gebeurt iets waardoor die beer woest wordt en allerlei vernielingen aanricht. En alle andere dieren en ook Yakari heel bang van hem worden. Ja, en Yakari denkt, ik ben mijn gave kwijt, dus ik kan ook niet met hem praten om het op te lossen. Nou, en hoe gaat hij dat goed maken? En hij roept de hulp in en hij weet dat er eigenlijk maar één ding op zit wat hij zal moeten doen. Hij zal het goed moeten gaan maken met Kleine Bliksem. Nou, de vraag, krijgt hij zijn gave weer terug en gaat hij het goed maken? Dat lees je natuurlijk in dit album. Ik heb er ontzettend van genoten en ik ben heel benieuwd welke verhalen ze nog meer in deze reeks gaan doen. Nou, ik vond het heel tof om even heel kort gewoon hier op deze hele bijzondere plek toch eventjes een keer even heel kort een vlogje te doen over een hele toffe strip van me. Nou, ik vind het mooi geweest hier. Ik ga nou in de auto stappen en ik ga weer naar huis. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga vaker proberen om te vloggen op andere locaties. Omdat dat gewoon leuk is. Gewoon een keer wat anders, een andere omgeving. Dus wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Nou, nog weer een hele goede reden om je te abonneren op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En voor de rest ga ik gewoon zeggen bedankt voor het kijken. Ik wens je heel veel leesplezier met Een dag van stilte van Yakari. Want ik ga ervan uit dat als je hem nog niet hebt, dat je hem zeker gaat halen bij de stripwinkel. Hij is zeker de moeite waard, dus ga dat doen. En ik hoop jullie zeker bij de volgende video weer terug te zien.